Hey, ik ben Mark van Motor Claimcenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Schubert SR1 beschikbaar bij motorkledingcenter.nl. Motorkledingcenter Review. De specialist in motorkleding. De Schubert SR1 is de tophelm uit de collectie van Schubert. Echt een racehelm. En bijzonder aan deze helm is dat het de stilste helm voor op het circuit is en dat je het geluid zelfs ook nog kan aanpassen. Gemaakt volgens het strong fiber techniek. Dat zijn heel veel verschillende vezels over elkaar gelegd met hars. En dat zorgt ervoor dat je een hele lichte helmschouw overhoudt. Een van de lichtste circuithelmen met 1300 gram. Echt heel erg licht voor alle opties die op deze helm zitten. Ventilatie aan de bovenkant. Je ziet hele grote sleuven, dus alle lucht die erin komt gaat er ook door de helm heen en wordt aan de achterkant, doordat hier onderdruk ontstaat, eruit gezogen. En bijzonder aan deze helm is, rij je hem op het circuit, kan je deze spoiler omhoog zetten voor extra downforce. Dus zit je in een voorovergebogen houding, blijft je helm ook stabiel en gaat hij niet liften. Het vizier is voorzien van een anti-crashcoating aan de buitenkant. En voor op het circuit heel belangrijk, een vizierlok. Dus het vizier kan op deze stand niet open. Ga je onderuit, blijf je vizier dicht, krijg je ook geen grind bijvoorbeeld in je ogen. Doe je deze naar voren, dan kan het vizier open en dicht. Vrij stevig vizier, vrij dik ook. En heel makkelijk eruit te halen door op de knop te drukken en naar achter te bewegen. Standaard wordt hij geleverd met een pinlock. Dat is een extra vizier tegen de binnenkant aan die luchtdicht afsluit met een siliconen randje. Zorgt ervoor dat de helm ook niet beslaat. Als we hem terug willen doen, leggen we hem erop, druk je op het knopje en zit hij zo weer dicht. En dan zit hij weer vast. Ventilatie aan de voorzijde kan gemakkelijk open worden gedaan met je handschoen. En bij het rode roostertje zit ook ventilatie. Die zit achter het kimflapje die ik er zo uithaal, kan je de ventilatie verstellen. Dat is directe ventilatie op je mond. En de ventilatie die door deze happer naar binnen komt, slaat tegen het vizier en tegen de voorkant van het vizier aan. Waardoor het vizier ook niet snel beslaat. Ventilatie aan de bovenkant had ik al uitgelegd. En aan de zijkant hebben we dan nog iets heel unieks, dat is het Noise Reduction System. Als dat dicht zit, maakt het de helm echt stil, maar als je op het circuit rijdt, kan je dat openzetten, waardoor je meer motorgeluid hoort, dus goed hoort wat je motor doet, en eventueel ook eerder op de hoogte bent als je wordt ingehaald door een andere rijder. Aan de onderkant zien we dat deze helm heel goed afsluit, vooral met het bijgeleverde kimflapje. Die kan er zo uit, net als het kleine neusflapje overigens. Vul je die er niet in, hou je die er gewoon uit. En dan zien we aan de onderkant dat deze helm natuurlijk is voorzien van een dubbel D-sluiting. Dat is de enige sluiting die verplicht is als je professioneel het circuit op wil. En dan zien we dat hij aan de onderkant echt heel goed afsluit. Als je deze helm op wil zetten, dit is een maat L, gaat hij echt heel moeilijk op. Maar als hij eenmaal zit, dan zit hij ook echt als een huis. Sluit hij dus goed af, wordt hij ook extreem stil. Super zachte voering, zoals we van Schubert gewend zijn. Heel goed vochtafvoerend en verkoelend. Zorgt ervoor dat je ook tijdens het rijden daar geen irritatie van ondervindt. De wangkussens trekken we er zo uit. Aan de onderkant van de wangkussens is die afgewerkt met reflecterend materiaal. Dat is dit. En we zien dat de nekrol helemaal is ingebouwd in het wangkussen. Met 3 knoopjes zit die vast. En de andere kant. Hetzelfde verhaal. Ook dit materiaal, een soort rubberachtig materiaal, maakt de helm heel duurzaam. Dus als je hem iedere keer neerzet, gaat hij daar ook niet rafelen. Dan zien we aan de binnenkant, mocht je deze helm op straat willen gaan gebruiken, nog de ruimte om eventueel een communicatieset in te bouwen. Halen we dit voor weg, wordt de helm wel ietsje luidruchtiger van. Die halen we er zo uit. En de binnenpet kan er ook zo uit. Zien we dat het een 3D foam binnenpet is. Heel veel ruimte voor de ventilatie die binnenkomt om te circuleren en er aan de achterkant ook weer makkelijk uit te gaan. Aan de binnenkant zien we dan duidelijk ventilatiegroeven die de ventilatie en de lucht de ruimte geven om te circuleren, waardoor je ook maximale verkoeling krijgt. En aan de achterkant en aan de onderkant kan dat de helm ook weer makkelijk verlaten. Wil je meer informatie over de Schubert SR1 of wil je deze helm bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Laat ons weten wat u van onze reviews vindt. Like onze Facebook of YouTube pagina om op de hoogte te blijven van al het motornieuws. Breng een bezoek aan onze winkel met het grootste assortiment motorkleding van Nederland. Altijd advies op maat. Tot ziens op motorkledingcenter.nl.